Dirk Balhuis, jij staat hier in een sportdepot en dat moet jou enorm plezieren. Ja, dat doet het ook. Echt geweldig. We hebben er keihard voor gewerkt. Nou, zoals heel veel mensen weten, hebben we de speelgoedbank al en nu eindelijk ook het sportdepot. Dus nou kunnen we eindelijk ook de kinderen waarvan de ouders geen geld hebben, plezieren met sportkleding, sportschoenen. Iedereen kan nu ook gaan sporten hier in Almelo. Dat doe je niet alleen, want je hebt medewerking gehad van heel veel Almeloze sportverenigingen. Ja, dat klopt. Er zijn heel veel sportverenigingen hebben sportartikelen ingezameld. We hebben dat samen met Sportbedrijf gedaan. Die hebben ons daarmee geholpen. Nou, onder andere Heracles, maar ook AVC Heracles. Ik moet zelf ook even op mijn spiekbriefje kijken hoor. De Uitsmijters 550, maar ook Uitsmijters Basketbalvereniging, Judovereniging, Bornenbroek, Harbrinkhoek. Overal is het vandaag gekomen. Als jij om je heen kijkt, ben je dan tevreden met wat hier allemaal staat? Nou, ik ben super tevreden. Het is echt fantastisch hoeveel we binnen hebben gekregen. En dan moet ik ook heel eerlijk zeggen dat wat we hier nu zien, dat is ongeveer de helft van de voorraad die we hebben. Dus we hebben beneden in onze opslag nog veel meer staan. Dus ja, eigenlijk heb ik nog maar één droom en dat is een grotere ruimte. Want dan kunnen we nog meer kwijt en hebben we nog meer keus. Kan jij duidelijk nog even aangeven voor welke specifieke doelgroep dit allemaal bedoeld is? Ja, dat is voor kinderen waarvan de ouders geen geld hebben om sportkleding te kopen of sportschoenen of wat dan ook. Je hoeft niet in Almelo te wonen. Wij zijn uniek in Twente, net als de speelgoedbank, dus wij zijn er voor alle kinderen in Twente. En je hoeft geen lid te zijn van een sportvereniging. Kijk, als je bij een sportvereniging zit, is het natuurlijk logisch dat je schoenen nodig hebt of kleding. Maar we hebben ook gezegd, ook de kinderen voor de gymles op school hebben recht om bij ons de kleding op te komen halen. Goed, je geeft even aan dat er verschillende verenigingen zijn die jullie hiermee geholpen hebben. Maar een van de hofleveranciers is toch Heracles Almelo. En ik heb een bijzonder verhaal gehoord over Tim Breukers. Ja, dat klopt. De hofleverancier is Heracles Almelo. Die hebben behalve 6 dozen vol met kleding, heeft Tim Breukers besloten om ook al zijn schoenen beschikbaar te stellen aan het sportdepot. Dus we hebben ook een doos vol met schoenen van Tim Breukers gekregen. Je geeft al even aan dat de ruimte die je hebt eigenlijk heel beperkt is. Wanneer komt er een tweede sportdepot bij? Nou, het liefste zou ik zeggen morgen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, wij zijn afhankelijk van donaties. We krijgen geen subsidie, dus zodra iemand een grotere ruimte ter beschikking kan stellen, zijn wij de eerste die ja zeggen. Aanmelden bij jou? Aanmelden bij mij kan gewoon via het algemene mailadres van de speelgoedbank of het telefoonnummer van de speelgoedbank. Maar heb je een ruimte beschikbaar, meld het alsjeblieft. Heel veel succes. Ja, dankjewel.